Vandaag hebben we een proefje gedaan met de Raspberry Pi en de CamJam Elekit 2 over sensoren. Vandaag hebben we een proefje gedaan met de thermometer. Die meet de temperatuur en stuurt die vervolgens door naar de Raspberry Pi. Op de Raspberry Pi loopt een programmaatje met de programmeertaal Python en die zorgt dat de temperatuur op het scherm komt. Later hebben we er zelf nog aan toegevoegd dat als de temperatuur hoger dan 25 is, dat dan de rode led gaat branden. Is die lager dan 25, gaat de blauwe led branden. Dat laten we nu zien. Ik heb het programma gestart en de blauwe led is gaan branden. Dat wil zeggen dat de temperatuur nu onder de 25 graden is. Ik ga nu de thermometer in de kop met warm water houden. Kijk wat er gebeurt. De rode led is gaan branden. Dat wil zeggen dat de temperatuur nu boven de 25 graden is. Ik ga hem nu nog één keer afkoelen. En de led is weer blauw. De blauwe led is weer gaan branden. We gaan nu hetzelfde doen, alleen dan op het scherm. Dit is de code. Die gaan we nu uitvoeren. Hier zie je de temperatuur. Ik ga hem nu in het warme water doen. De temperatuur stijgt boven de 25. Nu ook boven de 30. Ik ga hem nu weer in het koude water doen. De temperatuur daalt onder de 30. Snel ook weer onder de 25. Nu ga ik hem nog een keer in het warme water doen. Hij gaat weer boven de 25. En weer boven de 30.